verschillende identiteiten werken op een andere manier samen met elkaar. Waarom wij cultuur inclusief organiseren is omdat een brede maatschappelijke discussie speelt over diversiteit en inclusie. En wij heel graag amateurverenigingen, erfgoedvrijwilligers, maar ook cultuurcoaches en beleidsambtenaren van de provincie graag willen uitleggen wat betekenen die termen. Ze komen vaak terug in allerlei beleidsstukken, zijn containerbegrippen, maar wat betekent het in de praktijk? Hoe kun je je vereniging toegankelijker maken voor mensen met een afstand tot cultuur? Mensen met een fysieke beperking, als het gaat over LHBTQ-vraagstukken. Nou, dat is deze dag met workshops, met inspiratiesessies willen we de mensen laten zien dat je eigenlijk met hele makkelijke te zetten stappen jouw vereniging veel inclusiever kan maken. Nou, ik heb vandaag handen uit de mouwen gevolgd, de workshop van 20 Hertz. En ja, dat vond ik super interessant. Hoe werkt het nou in een wereld die, van mensen die slechthorend zijn en niet horen? En ik vond het heel confronterend ook soms van waar je van uitgaat al. Dus dat denken vanuit jezelf. En het was voor mij heel erg een openbaring hoe wij taal neemt heel veel in. Maar tegelijkertijd is de zeggingskracht zit zoveel in je mimiek of in je handen. En er zijn zoveel andere manieren dan alleen maar het spreken. Dus ik vond het heel indrukwekkend. Ik mocht presentatie doen over de inclusieve muziekverenigingen, specifiek. Die voor mij eigenlijk samengaan met de inclusieve samenleving. Want een muziekvereniging is gewoon ook een kleine samenleving. Waarbij we eigenlijk proberen om te kijken van wat iedereen kan in plaats van wat iemand niet kan. En als je op die manier kijkt naar alle mensen om je heen, dan is er zoveel meer mogelijk dan we op dit moment denken dat het mogelijk is. Ik hoop vooral dat ze geïnspireerd zijn en dat ze zich realiseren dat er eerst iets bij hunzelf moet beginnen voordat je de ander kunt zien. En als we dat kunnen bereiken met een dag als deze, dan hebben we als Huis voor de Kunst in Limburg al een hele mooie stap gezet.